We zitten in West-Brabant en we hebben gigantische problemen. We zijn echt ook benoemd als krimpregio en de vergrijzing komt eraan. Het geld is op. Dan moet je toch, als je de volkshuisvestelijke opgave en ambities wilt borgen, zul je op zoek moeten gaan naar een nieuwe weg om toch je ambities in stand te houden. Dan zul je het moeten benaderen uit een integrale opvatting. En dat betekent het proces, de klant en het gebouw, het product. We hebben 34 woningen in de Bongerd. A, het proces. We hebben een soft selectiemethode toegepast. Waar we eerst met 9 partijen zijn begonnen en vervolgens met 3 zijn overgebleven. En al die partijen weten nog niet wie de winnaar is. Hier hebben wij een hele erg hoge ambitie. We willen niet alleen een levensloopbestendige woning. We willen ook domotica voorzieningen. Maar we willen ook een energiezuinige woning. Dat kon vroeger niet, maar dat kan nu wel. De klant, onze bewoners, waar we het eigenlijk allemaal voor doen. Die worden vanaf het eerste begin betrokken ook in het proces. Onze afdeling wonen, die dagelijks contact heeft met al onze huurders, zijn vanaf het minuut 1, vanaf dag 1 betrokken bij het hele proces. En ook tijdens de oplevering krijgt ieder bewoner zijn eigen coach, onder andere ook een energiecoach, om de juiste keuzes te maken en wat helemaal aansluit bij hun eigen behoeftes.